Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Half acht. Hij kan het me doen. Hallo, Mietje. Zo, is meneer daar? Ja. Weet meneer wel hoe laat of het is? Nou, als meneer naar het gezicht van mevrouw kijkt, dan weet hij precies hoe laat het is. Heb je uitgevoerd? Zakelijk bespreking gehad. Een beetje uit de hand, een beetje uitgelopen. Je weet wel hoe dat gaat, hè? Ja, ik weet hoe dat gaat, ja. Nou... Had het tenminste eventjes opgebeld tussen twee slokken door. Daar heb ik het even afgezet. Ik heb je gebeld 3, 4, 5 keer, maar je was steeds in gesprek. Met wie heb je al zo lang zitten kletsen? Ik heb helemaal niet lang zitten kletsen. Er heeft niemand gebeld. Ik zat om 5 uur klaar met het eten voor mijn heer gemaal. Begrijp je wel? Nou, daar begrijp ik al helemaal niks van. Ik heb wat Alles houdt toch op met je kletskoek. Al die stomme smoesjes te verkopen. Dan maak je me hels mee. Maar lieve mens, ik heb je gebeld. 3 keer minstens. Ik zeg nog tegen Jopie. Jopie. Ja, ik zeg nog tegen Jopie. Wat kan die min toch ouwe horen? Wat mooi is dat om met de kakken te zetten in de kroeg. Ja, nou wil ik er niks meer over horen hoor. Ik heb je gebeld, maar je was doorlopend in gesprek. Ik heb met niemand gesproken. Nou, dan moet er iets met de telefoon in de hand geweest zijn. Ja, ga maar lekker door. Ja, natuurlijk. Nou, dan zal ik voor de aardigheid eens eventjes de telefoon niet bellen, de storingsdienst. Mintje, doe dat nou toch niet. Eet toch eerst even lekker af. Ik eet niet af. Ik heb er buiten van vol. Blonde Mintje gaat op onderzoek. En? De hoornen lacht er niet goed op. Nou, wat heb ik je gezegd? Ja, maar toch heb ik het gevoel dat ik belazerd word. Nou, moet je toch even ophouden, zeg. Dat doe ik.